Wouter van der Steen, voordat we gaan vooruitblikken op de wedstrijd tegen Helmond Sport, toch nog even terug naar afgelopen dinsdagavond. De teleurstelling al verwerkt? Ja, inmiddels wel. Het is nu donderdag, dag voor de wedstrijd tegen Helmond. En dan is het weer heel snel zaak om die teleurstelling van afgelopen dinsdag natuurlijk wel weer morgen weg te poetsen. Ja, is het dan fijn dat je zo kort achter die bekerwedstrijd gelukkig weer een volgende wedstrijd hebt? Ja, dat is wel prettig als je daar een week op moet wachten. Want het is natuurlijk wel een klap geweest afgelopen dinsdag. En het is inderdaad fijn dat je na 3 dagen weer een wedstrijd mag spelen. En moet je die natuurlijk zien winnend afsluiten. Wel een relatief korte voorbereiding op die wedstrijd. Ja, maar dat geeft niet. We hebben de jongens die gaan spelen, zullen fit zijn. Die moeten dan ook gewoon weer 90 minuten gas kunnen geven. Dus dat mag geen probleem zijn. Ja. Gelijk een mooie, als het om fitheid gaat. Het buikgriepvirus inmiddels bijna achter jullie gelaten? Even kijken. Volgens mij was Oussama, die was dinsdag nog, Boeijenklaver was dinsdag nog geveld. Ik weet niet hoe die er nu voor staat, maar voor de rest... Hebben volgens mij wat dat betreft iedereen weer een heel eind aan boord. Dus hopelijk dat we daar wel van verlost zijn, ja. Je treft een tegenstander die dezelfde teleurstelling te verwerken heeft gekregen afgelopen dinsdagavond. Ja, Helmond verloor met 2-1 in Veenendaal bij GVVV. Dus wat dat betreft twee ploegen in hetzelfde schuitje inderdaad, ja. Dus twee ploegen die ook op revanche belust zijn? Ja, wij zeker. Wij willen heel graag die wedstrijd van in Spakenburg willen we heel graag morgen rechtzetten. Ja. En dan gaan we toch... Kijken naar die serie die je in de Jupiler League of in de Keukenkampioendivisie neerzet. 6 ongeslagen wedstrijden. Het zou mooi zijn als je die met een overwinning een vervolg kunt geven. Ja, nee, absoluut. Wat dat betreft zijn we in de competitie, denk ik, hebben we prima wedstrijden gespeeld. Hebben we niet van iets die serie neergezet. Maar die gelijke spelen gaan op een gegeven moment ook wel een beetje tegenstaan. En dan vind ik dat we morgen in de Vliert tegen Helmond zeker voor de winst moeten gaan. Ja. Helmond Sport, als er iemand binnen FC Den Bosch iets... met Helmond heeft, dan is het Wouter van der Steen. Is dat nog zo? Heb jij nog veel met Helmond Sport? Nou ja, ik heb daar 10 jaar heb ik daar rondgelopen met heel erg veel plezier. Dus dat is een fase van je leven die je natuurlijk nooit vergeet en die altijd ook zal blijven koesteren. Dus ja, in die zin heb ik zeker nog iets met Helmond Sport, ja. Ja, volg je dan ook anders dan andere ploegen na FC Den Bosch nou op de voet? Nou, je bent zo dadelijk met FC Den Bosch dagelijks bezig dat daar gewoon eigenlijk volledig je focus... op zit. Maar ik heb gewoon een goed contact met mensen die daar werken en jongens die daar spelen. Dus wat dat betreft kijken we wel iets meer mee wat er bij Helmond gebeurt dan bij de doorsneeploeg in de Keukenkampioendivisie. Zijn er nog spelers of stafleden met wie jij ook samen hebt gewerkt die nu nog deel uitmaken van de selectie van Helmond Sport? Ja, Stijn van Gastel, de keeper, is ik sta een jaar mijn collega geweest. En Ferry de Recht is inmiddels weer teruggekomen bij Helmond. Daar heb ik destijds mee gespeeld. Guus Joppe geldt precies hetzelfde voor. Dus dan noem ik even heel snel 3 mensen. En Rijn van Duin over de keeperstrainer is ook altijd mijn keeperstrainer geweest. Dus het is leuk om die mannen weer te treffen. Ja, dan noem je de naam gelijk die ik ook in mijn hoofd had. Want als ik terugdenk aan de wedstrijden tussen Den Bosch en Helmond Sport. En er loopt een andere keeper achter ons langs Jan van Grinsven. Rijn van Duin over, Wouter van der Steen. Altijd 2 aardige sta in de weg voor FC Den Bosch in die onderlinge duels. Oh, is dat van Rijn ook het geval? Van Rijn kan ik jou als supporter melden, was dat ook zeer zeker het geval? Van Rijn weet ik vooral dat hij een keer bij Jan heeft gescoord. Daar heeft hij me behoorlijk vaak aan herinnerd destijds. Maar ik heb ook nog een aantal keren met begintijd dat Rijn met ons meetrainde, Rijn van Duinhoff bij Helmond. En ja, dan kan ik me wel iets bij voorstellen dat er een staande wees geweest. Want dat was echt een hele goede keeper, ja. De goal kan ik me ook nog herinneren tegen Jan van Grinsven. Maar dan praat ik vooral als supporter nog over de oude Braak. En toen was Rijn van Duinhoff aardige staande weg. En die naam kreeg jij daarna als Wouter van der Steen, toen je nog bij Helmond Sport keepte, ook een aardige staande weg voor Den Bosch. Ja, ik heb altijd op zich wel, voor me, ja, dat kan misschien wel kloppen. Ik heb altijd wel leuke wedstrijden tegen Den Bosch gespeeld met Helmond. Nou, laten we dan morgen maar met Den Bosch een hele leuke wedstrijd tegen Helmond spelen. Waar het voor jou ook speciale wedstrijd? Je komt natuurlijk uit Vught. Waren dan wedstrijden met Helmond tegen Den Bosch voor jou iets aparts om tegen te spelen? Ja, tuurlijk. Omdat ik echt als Vughtenaar zeg maar dan bij Helmond speel. En als ik dan tegen FC Den Bosch speelde, kwam er gewoon vanuit mijn regio, zeg maar, vanuit de regio Den Bosch gewoon. Voor mijn bekenden kwam er gewoon veel meer aandacht op die wedstrijden te liggen. Dus dan was dat voor mij wel leuk om die wedstrijd natuurlijk goed te spelen. Die zijn nu vrijdagavond allemaal voor FC Den Bosch, neem ik aan. Ja, daar hoef je geen twijfel over te hebben. Ja, wat weet jij, los van de namen die je net noemde, van het huidige Helmond Sport? Ze hebben tot nu toe een heel wisselvallig seizoen. Ook een jonge groep met een aantal ervaren krachten. Met wat ik net al zei, Guus Joppe, Federrecht, Jeff Stans is erbij gekomen. Een ploeg die als ze goed in de wedstrijd zitten met veel strijd, wat ze in Helmond ook graag zien, heel erg lastig te bespelen is. Alleen ze hebben ook al wel een aantal tikken te verwerken gehad dit seizoen. Dus het is aan ons morgen om ze niet in de duels te laten komen en ervoor te zorgen dat we de voetballers goed doorheen komen.
Zodat we die wedstrijd naar ons toe kunnen trekken. En een weerzien met trainer Wil Boessen. Ja, absoluut. Ja, ook leuk om Wil weer te zien. Vorig jaar heel prettig mee samenwerkt. Heel jammerlijk op die manier geëindigd. Dus mooi om hem morgen weer te zien. Een mooi weerzien met trainer Wil Boessen. Dat geldt denk ik voor iedereen binnen FC Den Bosch. Maar wat nu telt zijn de 3 punten. Ja, dat heb je prima samengevat. Dat is ook precies mijn gevoel zeg maar, bij de wedstrijd. Behoorlijk wat sentimenten rond, voor mij persoonlijk ook. Alleen dat telt voor mij pas na de wedstrijd, want we willen morgen gewoon winnen.